Bewoners van het Isabella-project Uitkijk Hamburg leven ruim vier jaren zonder elektriciteit. Het gaat hierbij om twintig gezinnen. De verkavelaar van het project, Shamsunder Djibout, weigert te voldoen aan de verkavelingsvoorwaarden. De wegen zijn slecht onderhouden, terwijl slechts een deel van het project de beschikking heeft over water uit de kraan. Een van die bewoners, Anjani Gajju, vertel dat door die ontbreken van elektrisiteit, haar kinders in die stad by haar moeder moet agterlaat sodat sy geen onderwys ontbeeren. Slegs die situasie alsaat. Uh, eerste instantie zei hij, gaan naar uh, EBS uh, Draalt. Dus toen heb ik, hem, heb ik EBS gebeld, heeft EBS me gevraagd, wat is zijn expeditienummer? Heb ik meneer Djibout gevraagd, meneer Djibout, wat is je expeditienummer? Ik wil laten onderzoeken, hoe komt het, waarom EBS zo traag is? Dus heb ik het laten onderzoeken en toen heeft EBS me gezegd, die offerte is er al, is er al uit, meneer Djibout moet gaan betalen. Maar, maar toen heb ik meneer Djibout daarvoor gelegd, heet, zei hij heeft geen geld. Nu ben ik, ik ben weer gaan onderzoeken, ik heb uh, meneer... Uh, Errol Herfst heb ik uh, intussen ook uh, al gesproken. En toen heb ik meneer uh, Marlon Malone van EBS gesproken. Want hij heeft dat zaakje weer voor me gaan onderzoeken. Want ik, ik, ik moest weten wat er aan de gaande was. Heeft meneer uh, Malone me gezegd dat uh, meneer Djibout nog een papier, ik weet niet wat voor papier het is, volgens mij een vergunning. Van OW moet indienen bij EBS, zodat EBS een offerte kan afronden. En dan pas kan OW, uh, is de offerte eruit en dan moet hij gaan betalen. Gadju zegt verder dat ze twijfelt aan de status van de gronden. De verkavelaar blijkt ook schulden te hebben. Waarbij hij de percelen van de bewoners als onderpand heeft gegeven, zegt ze. Gadju wil daarom dat de handelingen van de verkavelaar worden onderzocht. Ook een andere bewoner, Sharmila Indraj, maakt haar zorgen kenbaar. We gaan uh, hulp zoeken bij, bij de regering. Als we moeten stappen naar minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Hulp, hulp, Om ons ook de regering. Want. want als we samen natuurlijk staan we sterk, maar als we ons mond openmaken, dan gaan we geholpen worden. Want we zijn uh, het volk van Suriname en als, als de, het volk eronder leeft, moet de regering wel wat voor ons doen. Ik heb gezegd meneer, ik wil niet, ik heb mijn man gezegd, ik wil niet komen hier wonen omdat er is geen stroom meer is, veel bos. En die maar zegt nee, koop die perceel, na drie maanden krijgen jullie je stroom. Ik zeg oké. Okay. Ik heb die stroom gewacht, ik heb wachten, wachten tot nu. Ik heb niets gezien. Hoeveel keer ik heb ik met die meneer gevraagd, dat wanneer gaat die stroom komen? Die meneer heeft zeg, duidelijk gezegd, ik weet nog niet. Over stroom kan ik nog niet zeggen, omdat hij moet voor die perceel betalen nog. Hij, veel, hij moet betalen veel, dus ik weet niet wat doet hij doet. Hij wil die stroom niet brengen en hij heeft gezegd, wij moeten wachten. Wachten? Hoe lang kunnen we wachten? Kijk, zoveel kinderen heb ik. Hoe lang? Hoeveel kinderen heeft u? Vier kinderen. En mijn drie dochter heeft drie kleine kinderen. Kijk, die kinderen zijn daar. Kleine, kleine kinderen. Baby. En ja... Hoe gaan we doen? Hoe doen jullie het normaal zonder stroom, overdag? En... Niks. En um, kerst... Kan... Kerstkandra. U zag achterin volgens de bewoners Anjani Gajju en Sharmila Indraj van het Isabella-project uitkijken. Hamburg-verkavelaar Djibout heeft na jaren nog steeds niet ervoor kunnen zorgen dat het project van elektriciteit is voorzien. De straten in het project zijn ook niet voorzien van straatnaamborden. Djibout weigerde te reageren tegenover onze nieuwsdienst.